Maximaal verstappen is zondag tijdens de Grand Prix van de VS als vierde geëindigd. De coureur van de Red Bull Racing eindigde na een fraaie inhoudrace op plek 3. Maar kreeg een tijdstraf. Lewis Hamilton pakte de zege. Verstappen wist in de slotronde op weergaloze manier Kimi Raikkonen te verschalken. Maar volgens de wedstrijdleiding deed hij dat op illegale wijze. De Limburger zou de buiten de baan hebben gepasseerd en kreeg daarvoor een tijdstraf van 5 seconden. De 20-jarige coureur meldde zich na de race voor de podiumceremonie. Maar daar werd hij door de bevoegde personen weggestuurd. Zijn team Red Bull overwoog protest aan te tekenen, maar deed dat uiteindelijk niet. Hamilton wist zijn Bastiaan Vettel voor te blijven en kan zich volgende week bij de Grand Prix van Mexico verzekeren van de wereldtitel. Dan moet hij enkele punten meer pakken dan Vettel, die zijn teamgenoot Raikkonen voorbleef. Mercedes is wel zeker van de titel bij de constructeurs. Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen, haalde de streep niet. De Australier moest zijn Red Bull al in de zestiende ronde aan de kant zetten. Vanwege motorproblemen, ook Fernando Alonso, Pascal Wehrlein en Nico Hulkenberg haalden de finish niet. De 20-jarige verstappen moest in Texas vanaf de 16e plaats vertrekken. Hij had zich zaterdag weliswaar als zesde gekwalificeerd, maar werd bestraft omdat hij twee onderdelen van zijn motor liet vervangen. De Limburger kende een degelijke start en reed na twee rondes weer in de top 10. Hij nam vervolgens ook nog coureurs als Alonso, Carlos Sainz en de Forse India mannen Esteban Ocon en Sergio Perez te grazen. Al moet gezegd worden dat die coureurs hun positie niet al te heftig verdedigden, Verstappen reed daarna zelfs nog enkele rondes aan de leiding, omdat de mannen voor hem de pitsier erop zochten. Na zijn eigen pitstop viel hij echter weer terug naar plek 5. Verstappen probeerde met een tweede pitstop de mannen voor hem te verrassen maar kwam achter Vettel te zitten, die eveneens een tweede keer naar binnen was gegaan. Beide coureurs wisten op zachtere en verse banden snel weer aansluiting te vinden bij de top 3. Vettel ging enkele rondes voor het eind voorbij aan Bottas en kreeg vervolgens alle ruimte van teamgenoot Raikkonen. Verstappen wist Bottas eveneens te verschalken en leek in de laatste ronde zelfs nog een podiumplek te hebben gepakt. Hij passeerde Raikkonen. Maar bleek buiten de baan te zijn geweest. Daardoor moet hij zich tevreden stellen met de vierde positie. Vettel kende vanaf de tweede startplek de beste start en wist Hamilton direct te passeren. De Brit hield het hoofd echter koel cool en passeerde Vettel in de zevende ronde. Die stond hij alleen even kortstondig af aan verstappen. Maar die wist hij als snel weer voorbij te gaan. Voor Hamilton werd het daarna een eenzame race. Achter de Brit werd er echter fel gestreden om de overige podiumplaatsen. Waarbij Vettel zich ondanks een tweede pitstop de best of derde mocht noemen, zijn teamgenoot Raikkonen mocht door de straf van verstappen mee naar het podium.